Tucker Bram Achterbos die zet deze zomer zijn eerste stappen in de filmwereld. Hij is bekend van het YouTube-kanaal Gladjakkers, waar hij al acteert in grappige sketches met een knipoog naar zijn Twentse wortels of wortels. Zijn video's worden door tienduizenden mensen gezien. Ook werkt hij voor bijvoorbeeld YouTuber Calvijn, die maar liefst 1,3 miljoen volgers heeft. En nu wordt hij dus de hoofdrolspeler in een echte bioscoopfilm genaamd One of Us. Bram, goedemiddag. Goedemiddag, wat een introductie. Anina. Hey, One of Us. Wel wat slecht, moet ik zeggen, maar we gaan eruit komen, denk ik. Ik hoop dat het lukt. Ik wou beginnen met de vraag: One of Us, is dat een vorm van Twents die ik niet ken, of is dit dus een andere taal? Het is Engels. Het is een Engelse titel voor een Twents georiënteerde film. Het is ook geen echte Twentse film. Maar het is wel echt. Het heeft wel met de Twentse te maken. Ja, de film is een, misschien leuk om uit te leggen, het is een coming-of-age film. Dat is eigenlijk wel zeggen, het draait om de ontwikkeling van drie hoofdpersonages die vanuit Oud-Marsum hier in Twente vertrekken naar het westen, naar Amsterdam. En daar allerlei dingen meemaken als vriendengroep. Maar is het dan een soort van... Het speelt zich gedeeltelijk af in Twente. Is het ook een beetje een klassiek verhaal, Bram, van toch een beetje die jongens uit het oosten die naar de grote stad gaan, wat wij misschien als Twentenaar allemaal wel een beetje kennen, toch een beetje angst voor, wat speelt zich daar allemaal af? Die arrogante Amsterdammers of Randstadmensen, dat gevoel? Ja, dat is het wel een beetje. En het is vooral ook om de band tussen de karakters, dus de vriendengroep zelf. De een heeft een andere reden om naar het beste te vertrekken dan de ander. Ik bijvoorbeeld zelf, het personage van Jeroen, die heeft het eigenlijk helemaal niet zo. Die heeft helemaal niet zoveel behoefte om naar het beste te gaan. Maar die gaat mee met zijn kameraden, omdat zijn kameraden ook gaan. En hij vindt het allemaal wel best. En die andere twee karakters, eentje is homoseksueel. En die kan daar beter tot, die voelt zich daar prettiger dan hier in kleine Twente. En zo gebeuren allerlei dingen, spanningen binnen die vriendengroep. En de film draait eigenlijk om dat gevoel, zeg maar, hoe die ontwikkeling tussen die karakters zich, hoe dat zich ontwikkelt, zeg maar. Zit er een parallel tussen je eigen leven en het karakter in de film? Ja, zeker. Ja, zeker wel. Het is een nuchter tukkertje, dat karakter Jeroen, zeg maar. En het is ook een beetje naar mij toegeschreven. Dus dat scheelt ook al wel weer. Dus ik kan redelijk mee mezelf zijn. Maar het is zelfs naar jou toegeschreven. Want ik bedoel, dit is je eerste echte bioscoopfilm waar je in gaat spelen, toch? Of hebben we er een gemist? Nee, dat is de eerste. Dus maar hoe kom je hier zo bij dan? Uitdaging. Hoe kom je er zo bij? Bij die film? Hoe zijn ze bij jou gekomen? Ik ben benaderd door toenmalige productiebureau wat... samenwerkte met Dennis Aalink, de regisseur van de film, de schrijver ook van de film. En die in dat productieteam, dat benaderde mij en die zei van, ken je online, maar we zijn eigenlijk wel benieuwd of je ook op acteerniveau iets kan. Dat hebben ze me uitgenodigd voor een casting, daar heb ik aan meegedaan. En ja, toen zagen we al wat. Ah, hallo, of jij kan acteren, dat weet iedereen toch? Als je een beetje naar jouw YouTube-kanaal kijkt. Ik bedoel, dat is niet allemaal alleen Bram Achterbos. Dat is toch, dat zijn allemaal... Tenminste, dat mag ik bijna hopen, dat je dat acteert. Ja, nou, ik heb wel eens dat ik in de kroeg sta en dat mensen zeggen, waarom heb jij geen halve liter in de hand, maar gewoon een glas bier? En dan denk ik... Misschien moet ik dat nog duidelijker maken. Zo. Maar, nee, dat is niet hoe ik standaard ben. Dat is allemaal geacteerd. Dus dat is maar op een stereotypisch niveau. Dus dat is eigenlijk natuurlijk een uitvergroting. Dat is een stuk makkelijker voor mij in principe dan wat ik nu moet gaan doen. Dat wordt een stuk minimalistischer. En echt op. Dat wordt wel een mooie uitdaging. Want zijn jullie al begonnen met film eigenlijk? We zijn nu begonnen met een beetje met het gevoel van de film. Alles wat er omheen zit. De vormgeving, de foto's, de posters en dergelijke. Maar het filmen gaat van zomer beginnen als het goed is. En dan afhankelijk allemaal weer van de maatregelen natuurlijk. We kennen het allemaal. Maar we moeten er even op wachten. En dan als het goed is, dan gaan we van zomer de grootste stappen maken in het filmen. Wie zitten er nog meer in die film? Heb je wat namen van andere hoofdrolspelers? Sorry, ik versta je heel slecht. Heb je wat namen van andere hoofdrolspelers in die film? Als in het gaat om... Jeroen, Ayani en Tom. En die gaan... Ja, ik bedoel de acteurs, zeg maar. We kennen jou natuurlijk van de Gladjakkers. Zijn er ook andere bekende of misschien wat semi-bekende acteurs die mensen misschien kunnen kennen van andere producties?
Ja. Tom wordt gespeeld door Bas Keizer. En die heeft in de film Cobain gespeeld. Dat is wel een bioscoopfilm geweest. En die heeft ook wat andere dingen nog gedaan. En Jefferson, dat is de andere hoofdrolspeler, die heeft in Spangas rol. Ah ja. En ook in verschillende Disney Channel producties. Dus dat is het drietal. Je hebt wel wat andere om je aan op te trekken als het gaat om het kleinere acteren waar je het over hebt. Zoals dat in een film gebeurt. Ja, 100%. Ja, ik kan van hen natuurlijk ook heel veel leren. Want op dat betreft ben ik natuurlijk redelijk onbekend of onervaren. Maar dat zijn de jongens die dat ontzettend goed doen. En die vriendengroep vibe. En dat is vooral wat gevoel wat we natuurlijk met z'n drieën moeten krijgen. We hebben nu 2 keer al in een huisje gezeten. Lekker biertjes erbij en een beetje aan elkaar wennen. En dat klinkt gewoon heel goed. En als we dat gevoel wat we... Ja, daar gaat het eigenlijk om. Als we dat gevoel van vriendengroep ook echt kunnen creëren, zeg maar, dan heb ik er alle vertrouwen in. En dan gaat dat, acteren zelf, denk ik. Dat is wel zoveel te acteren. Method acting heet dat, geloof ik, hè? Dat je helemaal in je rol gaat. En straks weet je niet meer anders, Bram, dat je in je rol bent. Ja. Waar je elke week om 4 uur binnenstappen, ja. Dat zou een beetje eng zijn, hè? Maar dat is ook niet top. Ja. Hey, iets anders, Bram. Wist je dat het deze maand de maand van de streektaal is? Ik wist dat, zeker. Dus ik had het gehoord en we worden daar wel regelmatig op deze tijden allemaal benaderd voor onze content, of dat gebruik mag worden en dergelijke. Maar ik wist het. Ja, we hebben nou hier iedere week hebben we namelijk hier in onze uitzending op de donderdag het Twents kwartierken. En daarin deze maand extra aandacht voor de favoriete Twentse woorden van luisteraars en kijkeraars. En vroeg me af, heb jij een favoriet Twents woord? Een favoriet Twents woord? Nee, eigenlijk niet. Ik moet je teleurstellen. Ik had gehoopt dat ik hier een heel fantastisch woord kon geven. Maar heb ik eigenlijk niet. Ik vind gewoon een mooi dialect. Voor de rest, ik heb geen favoriet woord, nee. Het is allemaal mooi. Ik sta heel slecht. Het kraakt hier dus niet normaal. Weet je, dat is echt Bram, dan ga ik de laatste vraag stellen, tot slot. En die is heel kort en krachtig. Komt-ie? Wanneer GTST? Als GTS in Twente wordt geschreven. Gladjakken. Mijlen ver. Bram Achterbos gaat spelen in de nieuwe bioscoopfilm One of Us. Deze zomer beginnen de opnames. En dan zal die ergens daarna ooit een keer op het witte doek verschijnen. Bram, dankjewel. Heel veel plezier met acteren, man. Hey, hartelijk dank. Jullie bedankt.